Nee, want de mensen die nu de oversteek maken, die komen ook niet verder. Die blijven Kijk naar de vreselijke beelden bij Idomeno. Die eindigen daar nu op dit moment eh, in de modder eh, aan de verkeerde kant. Althans vanuit het perspectief van de vluchteling gezien, van de Macedonisch-Griekse grens. Dus mijn advies zou zijn, iedereen blijft thuis. Eh, en als je naar Europa wilt, dan is er nog maar één route. Dat is een, de route van resettlement.